We zijn in San Francisco. We gaan naar Albuquerque. Nou, Kai wordt hier natuurlijk helemaal gelukkig van, hè? Die loopt als een opgewonden hondje door de hele straat. Nou, dat was het. We zijn weer in Nederland. Super leuk dat je weer kijkt. Helaas is dit onze allerlaatste vlog. We stappen namelijk nu de auto in naar onze laatste bestemming en dat is San Francisco. We gaan er maar extra van genieten. Yes, we zijn in San Francisco. Heerlijk om weer in een grote stad en in een bewoonde wereld te zijn. We waren daar eigenlijk gisteren al, maar de camera had wat probleempjes. Die had allemaal films niet opgeslagen. Gelukkig zien we alles wat we gisteren hebben gezien vandaag weer. Dus jullie hebben eigenlijk niks gemist. Laten we even kijken wat San Francisco te bieden heeft. We zijn in San Francisco. We gaan naar Albuquerque. En het is hier best wel fris. Dus we hebben een lange broek aan en een truitje. Niks aan te doen. Wennen aan Nederland. Er liggen hier gewoon allemaal zeehonden. En het is geen dierentuin, het zijn wilde. We hebben lekker geshopt op de pier. En nu gaan we de boot op, want we gaan naar Alcatraz. Ik ben heel benieuwd. Dat was Alcatraz. Super indrukwekkend. Echt een aanrader om naartoe te gaan. Nu is het lunchtijd. Als je aan San Francisco denkt, dan denk je aan twee dingen. Namelijk de Golden Gate Bridge en de cable cars. Nou, wij willen even op de cable car. Moet je kijken wat een rij. Je gaat helemaal zo doen. Maar ja, we doen het toch maar wel, hè, want je wil er toch in. We zijn in Chinatown. Nou, Kai wordt hier natuurlijk helemaal gelukkig van, hè. Die loopt als een opgewonden hondje door de hele straat heen. De allerlaatste dag van onze roadtrip is aangebroken. We zijn nog in San Francisco. We gaan vandaag kijken of we de Golden Gate Bridge kunnen zien. En dat hij niet helemaal verstopt is in de mist. En we gaan nog even City Center in om lekker te shoppen. En dan moeten we vroeg naar bed, want we moeten morgenochtend om 5 uur richting het vliegveld. We gaan nog even genieten van onze laatste dag. Lekker dat in San Francisco ook alles zo omhoog en omlaag is, hè? Ik waas me weer helemaal in Yosemite. We hebben lekker geshopt, de zon is doorgebroken, dus nu kunnen we de Golden Gate Bridge gaan bekijken. Kijk, daar is hij. We hebben er 2 dagen om moeten wachten omdat het een beetje mistig was. Maar nu kunnen we hem eindelijk zien. We
We zijn toegekomen aan ons laatste avondmaal in Amerika. Nog één keertje genieten van het Amerikaanse culinaire eten. En dan is het tijd om naar bed te gaan. Het is zover. Het is 5:00 PM. Lekkere tijd. We staan te wachten in het hotel op de shuttlebus naar het vliegveld. En dan mogen we richting Pattaya. Nou, dat was het. We zijn weer in Nederland. We hebben een goede reis gehad. Bij deze nemen we alvast afscheid. Leuk dat jullie hebben gekeken. We hebben een fantastische reis gehad. Misschien dat de vlog nog wel een vervolg krijgt. Er is nu alleen nog maar één ding wat we moeten doen. En dat is naar Pattaya.